dat belangrijke kerstdiner. Soms doen we dat ook nog zelf in 2003. En bij de Creatieve Groep Weesp afdeling culinair weten ze zeker hoe we dat kunnen doen thuis. En we gaan eens kijken in de geheime keuken van de groep. Waar dat misschien al ruim voor de kerst wordt beoefend. Want het ruikt al alsof de kerstbomen al bijna... Hey. Goedenavond. Foeke. Hallo. Zijn jullie al met de kerstdiners bezig? Weesp zit een beetje omhoog met het kerstdiner. Oh, hebben we nog alle ideeën. We hebben daar boeken over geschreven. Ja. Dus je ziet maar dat ze hartstikke goed bezig zijn. Hè? Ja. Waar zijn ze vanavond mee bezig? Met een gerecht, een buff. Ik heb een bloemetje gehad. Omdat, ja, normaal koken we dinsdags. Ja. Maar we zijn morgen 49 jaar getrouwd, dus vandaar dat nou vanaf vandaag. We hebben vandaag buff aan Douwe, dat is met suikerlappen, ontbijtspek, een worteltje, daar gaat een glas rode wijn bij, daar gaat een koejakje in en dan gaat een beetje Madeira. Dank. Ja, een beetje Madeira. En dan hebben ze dus een gerecht, specieboontjes, waarin dus met een beetje ontbijtspek. Alleen de uien. Houd in de gaten. Ja, dat doen we. Dus dit is niet echt een kerstdiner, hè? Nee, nee, dat hebben ze. We gaan nog iets maken, we gaan nog... Maar dat gaat er wel aankomen. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat we met de kerst kunnen doen? We gaan... kijk hier. Ja. We hebben dus... Over 14 dagen hebben ze een varkenshuis. De varkenshuis. Meer kerst kan je niet bedenken. Ze hebben een salade à la Rus, gaan ze maken. Ja. En dan hebben ze dus iets van drumsticks in Jägerhard. Okay. En daar kunnen ze dan ook... En puddingen doen we nog een keer. Dan komt de kerstdagen wel door, joh. Ja, ja. Maar je moet er ook weer niet te veel werk van maken, want dan vergeet je te genieten met de kerst. Maar we zien wel met 10 mensen een hoop werk, hè? Ja, dat kun je zeggen. Ja. We hebben allemaal halve vierkante meter. Zijn dit de mannen met ervaring of niet? Nou, een aantal. Maar ik geef koken voor mannen en dat is een vreugde, behalve er zijn wat uitzonderingen dat je denkt van nou... Kom maar een vrouw wezen, zo zei ik het dan. Maar je geeft liever mannenkookles als vrouwen, begrijp ik? Oh ja, 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 duidelijk. Hoe komt dat? Nou, de vrouwen hebben te veel ervaring. En de mannen, meer dan jij, of niet? Nee, en de mannen zeggen, moet het zo, dan doen ze het zo. Ja, ja. Nou, en de vrouwen die zeggen, oh, dat kan toch niet, dat weet ik ook wel. Of die zeggen, kan je dat niet beter zo doen of zo doen? Of ze vinden het te duur. Ja, ja. Nou, de mannen, die maken er niks uit, die doen de boodschappen meestal niet, hè? In dit geval wel de mannen die... Ja, moeten zelf hun gerechten meenemen. Ja, heb ik al gehoord, ja. Ja, dit is de gemiddelde weesper die hier in de keuken staat. De gemiddelde weesperman. Bovenlaag en daar het gemiddelde van. Ja? Nee, of zijn dit een beetje bourgondisch ingestelde figuren? Dat wel. Ja? Maar het gaat erom, ze hebben dus een gerecht gemaakt, 2 vanavond. En dan nemen ze hem mee naar huis, in een meeneembakje. En dan gaan ze dat thuis morgen weer warm maken om dat te eten. Oké. Okay. Nou ja, ik zal vragen of de kookles bevalt bij Foeke. Hij luistert niet mee. Als ik nou vraag, doet hij het goed? Nou, ik kan het aardig vinden met hem. Je kan het goed vinden met hem? Ja. Hij is af en toe een beetje streng, maar... Maar toen je hier voor de eerste keer kwam, toen kon je voor geen meter koken? Ja, wel een klein beetje. Ja? Een klein beetje wel. Dat moet er wel een beetje in. Maar hier rolde je een beetje de handigheid, hè? Ja. Dan gaat het om. Ja. Vooral het uien snijden, dat is natuurlijk altijd een heel fijn klusje. Ja, ik hoorde allemaal mensen janken, maar dat komt door die uien van je. Nee, dat valt mee. Als je maar veel blijft praten en zingen, en dan gaat het wel. Dat maakt, hè, geloof ik. Nee, hoeft ook niet. Nee, hoeft het niet. Nee. Als je maar gewoon blijft praten en snijden, dan gaat het wel. Want je moet je mond open houden en dan gaat het om. Dat is het. Dat is heel geheim. Blijven lullen eigenlijk, wat wij doen. Ja. Oké, nou, mooi tip voor in de keuken thuis, jongens. Nou, het ziet er hier keurig uit, Foeke. Hygiëne is ook belangrijk, hè? Ja, maar met 10 mensen, iedereen heeft een halve vierkante meter, dat is natuurlijk hartstikke weinig. Hè. Ja, het is best wel krap, hè? Ja, best wel. Ja, man of 6, maar 10 kan ik er hebben. Ja. Met een beetje sociale instelling. Ja. Een beetje tolerantie, dat is heel hard nodig. Hè. Okay. Ja. Nou, het valt mij op dat er niet alleen in de keuken gegeten wordt, maar ook nog af en toe gedronken. Mag dat? Officieel volgens het gilde. Ja. Ze zeggen dan... Toen we begonnen, vorig jaar, toen zei als ik nou die Jobraakekken heb, iedereen staat met een glas wijn in de hand. Ik zei, nou wat let je vanaf die tijd? Ik zei, ik mee woord wezen. Ja, in diverse gerechten gehad, Madeira, dat zei je net al, maar ook wijn. Cognac, wijn. En Madeira. En ook, we hebben ook gerechten dat waar sherry in gaat. Ja, dus dat houdt de sfeer in de keuken, dat is duidelijk, hè? Ja, en aan tafel natuurlijk. Als ze dus eten en proeven tegelijk, dan natuurlijk wel. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik ben blij dat wij even in je keukentje hebben mogen kijken.